In het begin krijg ik reacties van leerlingen. Van, oh, dit is godsdienst. Hè? En ik ben niet gelovig, dus hoef ik dit niet te leren. Dan leer ik hen dat levensbeschouwing over meer dingen gaat dan godsdienst. Dat het gaat over henzelf. En dan gaan de reacties al wel veranderen. Ik denk dat in deze tijd levensbeschouwing nog veel belangrijker is dan het geweest is. Omdat er zoveel keuzes te maken zijn voor jonge mensen. En dat moet je ergens op baseren. En of dat nou een vaste religie is of dat je de eigen wortels daarin gaat vinden. Daar moeten jongeren bij geholpen worden, omdat er zoveel te kiezen is. Dan krijg je ook, als ze ineens iets nieuws ontdekken van, oh meneer, ik heb nog nooit naar gekeken of nog nooit over nagedacht. Of dit nog nooit aan me gevraagd. Dat is voor mij succes. Dan denk ik, nou, dan heb ik iemand aan het nadenken gebracht over zichzelf, over de wereld, over zijn plaats in de wereld. Over leven en dood, geboorte, liefde, dingen die het leven kleur geven, om zo maar te zeggen. Dit is een universitaire lerarenopleiding, waar we docenten godsdienst levensbeschouwing opleiden op universitair niveau. Dat betekent dat het een 2-jarige master is, waarin een didactische leerlijn zit en ook een academische onderzoeksleerlijn. Dus ze leren en wetenschappelijk nadenken, krijgen inhoudelijke input. Maar ook didactisch leren ze hoe het is om les te geven. Doordat je die dubbele leerlijn hebt, ja, word je gewoon getraind in het goed geven van een volledige les. Van het moment dat de leerling de klas binnenkomt lopen, totdat hij zijn toets gemaakt heeft. We doen hier onderzoek naar de lespraktijken van de studenten die stage lopen. En het mooie is dat we met docenten en studenten samen nieuw materiaal ontwerpen. Wat dan weer in de stages op de middelbare scholen wordt toegepast. Daar kunnen we dan weer testen of het materiaal werkt. Ik heb zelf de, zou ik zeggen, traditionele route misschien gevolgd vanuit de theologische bachelor. Maar er zijn ook studenten die werkelijk maar uit andere gebieden hier naartoe gekomen zijn. Zoals iemand uit het laboratorium, tot aan de muziekwereld of de filosofische wereld. Er loopt hier werkelijk van alles rond. Ik denk dat mensen die hierop afkomen iets hebben met het zoeken naar waarde, met kijken wat hun drijfveren echt zijn. Dat kan een religie zijn, het kan ook op andere waarden gebaseerd zijn, maar daar moet je een passie voor hebben, dat je dat uit wil zoeken, ook bij jezelf en dus ook bij jonge mensen dat naar boven wilt halen. Dit is een opleiding waarin je heel veel leert over je eigen waarden en je dus zoveel rijker maakt als mens, daar heb je je hele leven wat aan.